Hallo iedereen. Hallo and fans. Nadat Iron Man, Captain America, Thor en Spider-Man allemaal hun derde film hebben gekregen, is het nu eindelijk de beurt voor de derde film van Ant-Man. En nadat Ant-Man natuurlijk cameo's had in Avengers Endgame en in Captain America Civil War, krijgt hij nu eindelijk zijn derde echte eigen film. En vandaag gaan we reageren op de trailer. Ant-Man is al heel lang mijn favoriete Avenger. Nu ben je Ant-Man. Ja! En het is mijn favoriete Avenger omdat hij heel cool is, maar hij is ook best wel grappig. En een beetje die combinatie heeft hij van alle vijf die een derde film hebben het meest, vind ik. En daarom is Ant-Man wel echt mijn favoriet. Zeker de allereerste film die uitkwam in early 2017 volgens mij, vond ik echt al heel goed en heel leuk. En er zit humor in op een heel ander level, wat je binnen Marvel niet heel veel ziet. En ondanks dat de eerste twee films best wel klein waren, qua een soort huistuin in keuken Avenger films, wordt de derde echt een hele grote film. Met daarin een grote rol voor Kang the Conqueror, de variant van He Who Remains, die we al eerder zagen in Loki. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de trailer en kijk gezellig met mij mee. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at X-Con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man! People still need help, Dad. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but quantum. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Now! Something I never told you. This place. It isn't what you think. I can get you home. And give you more time. If you help me, so what's it gonna be? Ant-Man. Paar dingen die mij opvallen. Helemaal aan het begin heb je die scène waarin die barman zegt: Thank you, Spider-Man. Thank you, Spider-Man. En die vond ik eigenlijk wel leuk, omdat Ant-Man na Spider-Man de eerste buiten de Big Three is die een derde film krijgt. Dus dat mensen die twee omdraaien is dan een soort best wel logisch op een of andere manier. Dus die vond ik al heel scherp bedacht, zeg maar. Het tweede wat mij opviel was dat je ziet in de trailer dat het huis waarin ze aan het begin dat signaal sturen, de Quantum Realm in, is precies het huis waar ze eindigde in het einde van Ant-Man 2. Dus er zit misschien maar een hele korte tijd tussen, misschien wat langer, wie zal het zeggen. Dus dat maakt het ook wel een hele interessante film weer met een eigen perspectief. Een derde ding wat mij opviel was dat je het op een gegeven moment een muur heb
met zulke eigen kringen erop. En die kringen deden me heel erg denken aan de kringen die ook op de muren staan van het spaceship van de Eternals. Dus wie weet zien we die terug in deze film. Ik hoop het zelf eigenlijk niet, want ik was niet heel erg fan van de Eternals. Maar dat zou altijd kunnen dat die toch nog terugkwamen. En dan een vierde of vijfde ding, ik weet niet meer, ik ben niet zo goed in tellen meer. Wat mij opviel, was dat je aan het eind heel kort shot ziet waar je echt 20 Ant-Mans ziet rennen. Dat zouden natuurlijk allemaal variants van Ant-Man kunnen zijn. Net zoals Loki echt 10 verschillende variants had. En Spider-Man 2 variants had. En Doctor Strange een stuk of 4. Zou het kunnen dat hij er echt heel veel heeft die rondlopen in de Quantum Realm. Omdat misschien alle universa wel één gedeeld Quantum Realm hebben. Dus dat zou best wel spannend zijn als dat zo is. En wie weet ontmoet die andere Ant-Mans. En dat zou wel heel erg cool zijn natuurlijk. Dan probeer ik jullie natuurlijk nooit weg te laten gaan zonder jullie te bombarderen met wat theorieën van mij. Mijn eerste theorie, mijn eerste verwachting voor deze film is dat Bucky Barnes, a.k.a. The Winter Soldier, terugkomt in deze film. Dat is volledig onlogisch. Het is helemaal niet logisch dat hij terug zou komen in deze film. Maar ik zei ook over de Guardians of the Galaxy Holiday Special dat Bucky Barnes zou voorkomen. Normaal zou ik jullie natuurlijk op dit moment bestoken met allemaal gekke fan-theorieën over wat er allemaal gaat gebeuren. Mijn theorie 1 is dat Bucky Barnes, a.k.a. The Winter Soldier, voor gaat komen in deze film. En die kwam daar daadwerkelijk in voor. Tenminste, zijn arm. Maar dat betekent wel dat ik dat juist had. Dus ik ga dat voortaan nu bij elke Marvel film ooit zeggen. Zodat ik het nog gewoon meerdere keren juist ga hebben. Staat ook nergens op, ik weet het. Mijn tweede theorie is dat Kang, die aan het eind hoort zeggen: "So, what's it gonna be, Ant-Man?" So, what's it gonna be, Ant-Man? Dat dat niet de schurk van de film is. Ik heb heel erg het gevoel dat hij een soort bijkarakter in de film wordt, maar dat er nog een echte villain in de film komt. Want Avengers 5 komt te heten Avengers The Kang Dynasty. En dan kan het eigenlijk niet dat hij eerst al de bad guy is in een Ant-Man film en daarna nog in een hele Avengers film. Want dat zou eigenlijk ervoor zorgen dat Ant-Man hem of te makkelijk verslaat en daarna de Avengers helemaal niet nodig zijn, of dat Ant-Man hem niet verslaat en dan krijg je niet echt een soort satisfying einde. Wie zou wel de schurk kunnen zijn? Ultron. Waarom Ultron? Nou, er is natuurlijk al een hele hoop uitgelekt van deze Ant-Man film, waarin heel veel mensen zeggen dat Ultron de schurk is. Ultron kwam voor in 2 episodes van What If, wat hier heel goed op zou kunnen aansluiten. Ja, ik denk dat. Ik denk Ultron is de echte bad guy. En Kang is een side-character. Die gaat hun eerst helpen in deze film. Voordat mensen erachter komen dat hij evil is. Dat zijn mijn verwachtingen voor deze gloednieuwe Ant-Man film. Dus laat het absoluut weten als jullie ook gaan kijken naar de Ant-Man film. In de bioscoop toevallig, 17 februari. Ik ga zelf met Doris en met Leon. Dus dat wordt heel leuk. Tenminste, ik hoop dat ik met hun ga. Ze moeten de eerste 2 films nog even leuk vinden. Dus ik ben heel erg benieuwd of jullie gaan. Ik hoop dat jullie er heel erg van gaan genieten. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een gloednieuwe reageervideo. Tot ziens, tot later.